toen ik pas bij AMA's was, toen zeiden mensen tegen mij, Piet, dat gaat niet goed en dat is niet precies volgens de strategie en dat zouden we niet moeten willen. Ik moest altijd terugdenken aan mijn vader, die als we samen voor een bedje sla stonden en ik wilde dan de onkruid eruit trekken of de door slakken aangevreten sla, dan zei hij, orfbliem jongen. Eerst moet het groot worden en dan pas op een rijtje zetten. Dat is waar het om gaat. En je moet ook mensen niet meteen afstraffen als dingen niet goed zijn. Als je dat doet, dan krijg je een hele contraproductieve sfeer in de organisatie. En zo ging Piet te werk toen hij in 2007 aan de slag ging bij het waterschap A en Maas. Intern waren de ramen en deuren gesloten. Mensen deden hun werk, maar hadden weinig contact met de buitenwereld. Piet zette de ramen en deuren wijd open. En dat begon uiteindelijk zijn vruchten af te werpen. In 2012 kon je echt zien dat er meer een open klimaat ontstond. Meer vertrouwen, meer een coachende houding. Meer mensen zich lieten aanspreken en ook kwetsbaar konden zijn in onze organisatie. Piet heeft een hele belangrijke rol gespeeld door de ruimte te geven en het vertrouwen dat je naast de huidige business gewoon nieuwe dingen kan uitproberen. En af en toe een keer een prutsen en op je neus kan vallen. Maar dan ook wel hele mooie nieuwe dingen neer kan zetten. Wat ik erg blij van word is als mensen groeien. Als mensen met zichzelf een gesprek aangaan en echt dingen verwerven die hun moeite kosten en pijn kosten. Er is heel veel ruimte binnen onze organisatie om te kunnen groeien en te kunnen bloeien. Ik heb cursussen kunnen doen, trainingen. Nou, en eigenlijk als kerst op de taart nu het ontwikkeltraject. Hij geeft heel veel persoonlijke kleur aan de organisatie. Hij ziet mensen echt en hij kent de verhalen achter de mensen. En dat vind ik heel bijzonder. Piet laat zich niet zo snel verleiden om in de inhoud met je mee te discussiëren. Maar zal altijd zorgen dat hij de regisseur blijft op de achtergrond. Ik zie mijn eigen rol vooral als een bescheiden rol. Ik ben liever een fluisteraar in stilte dan een roeper in het geraas. Het gaat natuurlijk om de echte vragen aan mensen kunnen stellen. Ook mezelf, ik toets mezelf ook. Vraag aan anderen, wat vind je van me? Dat klopt, dat deugt. Toen ik genomineerd werd, toen kon ik het haast niet geloven. Dus ik heb aan een aantal collega's gevraagd, klopt het wel? Deugt het wel? Vind je dat ik terecht word genomineerd met deze tekst? En toen? En toen? Toen zei ze, je verdient het echt.